gevraagd wordt om aan de rand van een meer een rechthoekig stuk grond af te zetten met behulp van een hek. In totaal heb je 60 meter hek ter beschikking. En de bedoeling is om een zo groot mogelijke oppervlakte te krijgen. Je zou ervoor kunnen kiezen om een stuk grond af te zetten van 25 meter diep en 10 meter breed. Dan heb je dus inderdaad 60 meter hek gebruikt en de totale oppervlakte is 250 vierkante meter. Maar je kunt er ook voor kiezen om juist een heel breed stuk grond af te zetten. In dit geval bijvoorbeeld een diepte van 10 meter en een breedte van 40 meter. Ook weer 60 meter hek gebruikt en nu een oppervlakte van 400 vierkante meter. Je kunt er ook voor kiezen om een vierkant stuk grond op te zetten van 20 bij 20. Wederom 60 meter hek en een totale oppervlakte van 400 vierkante meter. Maar welke lengte en breedte geven nu een maximale oppervlakte? Kunnen we een oppervlakte vinden die nog groter is dan 400 vierkante meter? Om hier antwoord op te krijgen, kunnen we gebruik maken van kwadratische formules. En kunnen we dit vraagstuk beantwoorden door middel van het opstellen van kwadratische formules? Om dit probleem op te lossen gaan we een formule opstellen voor de oppervlakte. We hebben te maken met een rechthoekig stuk grond met een lengte en een breedte, waaraan drie kanten een hekwerk komt te staan. We weten dat twee keer de lengte en één keer de breedte samen 60 moeten zijn. Dus maken we de lengte groter. Dan resulteert het automatisch erin dat de breedte kleiner wordt en omgekeerd. De lengte en de breedte zijn dus afhankelijk van elkaar. We kunnen dus stellen dat er eigenlijk maar één onbekende is, want weten we de één, dan weten we de ander ook. Stellen we dus bijvoorbeeld de lengte x, dan betekent dit dat de breedte gelijk moet zijn aan alles van de 60 wat overblijft, ofwel 60 min 2x. En hiermee kunnen we dus een formule opstellen voor de oppervlakte. Want de oppervlakte is lengte keer breedte, ofwel oppervlakte is x keer 60 min 2x. Werk hierin de haakjes uit en dan krijgen we 60x min 2x kwadraat. Dus de oppervlakte wordt beschreven door de kwadratische formule. En de grafiek die bij deze formule hoort is een bergparabol. Wat betekent dat we te maken hebben met een maximum. En dat is nu juist wat we zoeken. Wanneer is de oppervlakte maximaal? Voor deze formule hebben we dus de lengte x gesteld. We hadden er ook voor kunnen kiezen om juist de breedte x te stellen. En is de lengte 30 min half x. En op dezelfde manier kan je ook hierbij weer een formule opstellen voor de oppervlakte. Zie nogmaals, het rechthoek een stuk grond, wat dus aan drie kanten is afgezet met een hek. En we noemen deze rechthoek voor het gemak even ABCD. Bij welke afmetingen is dus de oppervlakte O maximaal? Nou, allereerst die oppervlakte O wordt dus gegeven door lengte keer breedte, bijvoorbeeld dus door BC te vermenigvuldigen met de zijde AB. Kiezen we voor BC x, dan weten we ook dat AD is x en AB houden we dus over 60 min 2x. En hiermee kunnen we dus die formule voor O opstellen: lengte keer breedte, ofwel BC x keer AB, dus keer 60 min 2x. En hier in de haakjes krijgen we 60x min 2. X nou, wanneer is die oppervlakte maximaal? We hebben nu dus de formule voor de oppervlakte. Nou, dat kunnen natuurlijk berekenen met behulp van de grafische rekenmachine. Voer dus deze formule in in de grafische rekenmachine en noteer dus je formule. Voer in I1 is 60x min 2 x-kwadraat. Nou, hierbij is het natuurlijk handig om te weten wat kies je voor x-min en x-max. Nou, je weet natuurlijk, je hebt 60 meter hek. Ofwel, die stukken van x kunnen maximaal 30 zijn. Minimaal 0 meter. Dus ergens tussen de 0 en de 30 ligt die waarde die we zoeken. Dus x- is 0 en x-max is 30. Met de optie maximum krijg je vervolgens x is 15 en y is 450. Ofwel, bc is dus 15 meter. En hier volgt dus uit dat we voor ab overhouden dat die gelijk is aan 60 min 2 keer 15. Ofwel 30 meter. En hierbij hebben we dus een maximale oppervlakte van een stuk grond van 450 vierkante meter. Dus bij het oplossen van een probleem door middel van het opstellen van een kwadratieformule ga je als volgt te werk. Stel een onbekende x. En vervolgens druk de andere afhankelijke onbekende uit in x. En stel hiermee de formule op. Nou, bereken welke x een maximum of misschien wel een minimum geeft. En beantwoord hiermee de vraag. Dit was hem weer voor nu. Tot in de volgende video!